De commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft vanmorgen samen met verschillende bewindslieden kransen gelegd bij het monument Bastion Veren in het Fort Zeelandia en het monument der Gevallenen. Ook is het pad der verzoening bewandeld. Voorafgaand aan de kranslegging hebben de aanwezigen, onder wie vicepresident Ashwin Adin, minister Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken en leerlingen van de 4e en 5e klas van de Oranje School, het Surinaams volkslied gezongen en daarna 1 minuut stilte in acht genomen voor alle slachtoffers die als gevolg van politiek geweld zijn omgekomen. Commissielid Muyenga Mboikoni Linga zegt dat de beslissing voor een dag voor nationale rouw is genomen nadat de organisatie het verzoeningsverhaal van de Zulu-stam in Afrika heeft aangehoord. Het doel van het pad is een symbool om de pijn en het leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden in plaats van die gescheiden te houden. De onthulling van de fysieke markeringen van het pad van verzoening vond plaats op 8 december 2017. Hierbij was er een loop vanuit het monument van alle Surinamers die ons zijn ontvallen tijdens het binnenlands conflict langs het pad van verzoening naar het Fort Zeelandia. Vandaag, bij de Nationale Dag van Rouw en Verzoening, is de loop vanuit het Nationaal Monument Bastion Veren naar het monument van alle Surinamers die ons zijn ontvallen tijdens het binnenlands conflict. Het pad van verzoening moet ons als samenleving tonen dat het mogelijk is dat mensen die eerder vijanden van elkaar waren, samen op pad moeten kunnen gaan. Volgens BISA-minister Noorsalim zoeken vele landen nog steeds naar een gepaste oplossing voor het rechtdoen aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Ook in Suriname is de discussie nog gaande, benadrukt de bewindsman. Over hoe de Surinaamse samenleving moet omgaan met haar verleden. Er bestaan namelijk geen perfect voorgestelde methode voor het verwerken van het verleden waar een ieder zich in zou kunnen terugvinden. Iedereen heeft immers zijn of haar eigen manier en tijd nodig om het verleden te kunnen verwerken. Suriname is daarnaast een toonbeeld van diversiteit in etniciteit, religie en cultuur. Dat gegeven zal ongetwijfeld haar voordelen hebben wanneer dat wordt gerelateerd aan verwerkingsmethoden. Dames en heren, er zijn vanuit de samenleving, maar ook vanuit overheidswegen een veelheid aan initiatieven ondernomen die bedoeld zijn om het verleden op een gepaste manier te verwerken. Minister Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen tijdens de dag van nationale rouw en verzoening. Er zijn kransen gelegd bij het monument van Bastion Veren in het Fort Zeelandia en bij het monument der gevallenen aan de waterkant. Vandaag zijn bij alle overheidskantoren de Surinaamse vlag halfstok gehezen ten teken van rouw.